Goedemorgen Vincent. Goedemorgen we weer. Op een zeer, zeer regenachtige novemberochtend. Kunnen wij een mooiere dag uitkiezen om naar Lelystad te gaan? Almere bedoel je? Wat de fuck moet je in Almere doen? En die tombola dan? Ik denk niet dat de mensen het onwijs erg vinden of we daar naar Almere gaan of Flevoland. Maar of ik naar Almere doe of Lelystad? Beetje, ja, het zou weinig uitmaken. Hoe zeggen ze dat ook weer mooi? Of je nou wordt neergeschoten of neergestoken? Ja. De een doet wat meer pijn dan de ander, dan ligt eraan waar je neer wordt geschoten. Het resultaat is hetzelfde, zeg je. Als je in je hoofd wordt gestoken, dan zou ik zeggen Lelystad. En als je in je ballen wordt geschoten, dat is typisch Almere. We maken er iets moois van. We gaan ervoor. En dat... Aan ons zal het niet liggen. Nou, aan mij zal het niet liggen. Ik kan jou alleen maar zeiken. Yo, ik krijg lekker de tyfus. Mijn associatie met Flevoland. Nou, ik zei... Depressie. Ten eerste vooroordelen, weet je. Ik was van de week was ik bij een goede vriend van mij. En toen moest ik zeiken. En ik zag zijn vriendin net van de play-off gaan. En die zien mij de play ingaan. Dus ze zitten met z'n twee. Oh nee, wil je misschien niet naar een andere wc? Maar ja, misschien vind ik het wel onwijs geil om in de stromrug van je wijf te staan. Je weet het niet. Dus vooroordelen, weet je, wat heb je eraan? Je hebt er niks aan. Nee. En je kan wel negatief lopen doen over Lelystad. Maar zelfs de diepste donkere stront heeft de potentie om een mooie bloem te worden. U hebt die tombola dan nog voor meerwaarde? Nou, we gaan toch naar Flevoland? Maak het uit. Maak je niet druk, welkom bij Vincent Doet Nederland. Wat weet jij over Lelystad? Ik weet dat ik 20 april, als ik het niet verkeerd heb, een show heb in Lelystad. Wat moeten we gezien hebben in Lelystad? Mijn show. In Lelystad. Hey! Dat Lelystad niet leuk is, kijk eens. Wat ligt daar in het water? Wat ligt daar in het water? Een automobiel! Nou, dit is content! Nou, en wie zei dat Lelystad niet leuk was? Lelystad. Vroeger was het water, maar dankzij deze meneer die hier bloed, zweet en stralen staat te scheppen, is het gewoon lekker ingepolderd. En moet je eens kijken waar we nu staan. Wacht even, ja. Dennis, stel. Hier moet je kijken, gek. Kom, rennen. Oei. Wie is dat? Kom nou. Kijk eens. Kijk dan. Amsterdam heb je de Dam. In Flevoland heb je de Cornelis Flevopaal. En Cornelis Flevo is de grondlegger van Flevoland. Hij zei op een dag, jongens, we gaan hier godverdomme niet met een kluitje in het riet staan. We gaan gewoon een polder neerleggen en dat wordt godverdomme Flevoland. Batavia halen. Of het Zuigbos. En waar zouden de leden, stedelingen, laren van deze geweldige metropool zijn zonder hun fantastische burgemeester, Ina Adema. Ik sta nu in het bruisende hart van het prachtige Lelystad en dan te bedenken dat Lelystad in de middeleeuwen één grote put met donkere stront was. En moet je nou eens kijken, Lelystad. Hoe ligt het? Lelystad, hoe ligt het? We staan hier bij het wereldberoemde kunstwerk Kind met de kankergrote oren. En moet jij eens even opletten. Kom eens even naar beneden. Jezus Christus. Hey Vincent, ga je nog iemand interviewen vandaag? Ja, ik ben iemand. Maar je moet toch iemand interviewen? Ida, wat vind je er nou zelf van, meid? Ida weet het ook niet. Als Ida het al niet weet, hoe moeten wij het dan godverdomme weten? Ja. Dankjewel. Ik loop wel altijd gekscherend te doen over de pandemie, maar kijk eens even om je heen. Nu weet ik waar alle slachtoffers zijn gevallen. Ik denk dat corona hier flink heeft huisgehouden. Je kan zeggen wat je wil over Lelystad. Het is kut, het is ruk, het is zwaar depressief. Hier willen we niet wonen. Hier wil ik een einde aan mijn leven maken. En de place to be om hardcore aan de drugs te gaan. Maar kijk eens, wie kan dit nou zeggen dat je hier gewoon pal aan het IJsselmeer staat. Met op de achtergrond de hurkende man. Het paradepaardje van Lelystad. En de hurkende man die staat symbool. Voor alle mensen die in Lelystad wonen. Die zitten hier aan de kade. Heel die
kutstad onder te schijten en voor zich uit te staren in het grote lege niks. En bij zichzelf denken van Jezus, was ik maar dood. Kijk, kijk, ja, kijk, 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 doet hij het? Ja, ja. Kijk, dit is echt heel leuk. Kom. Hierbij niks minder dan een heuse replica van de Batavia. Kijk eens even, lieve mensen, wat een prachtig schip, gebouwd in 1627 stond op dat bordje. Ik heb net Wikipedia geraadpleegd, 1627. Nou, wie zou het beter weten, Wikipedia of dat bord wat erbij staat? Ga door. 1628. Want zoals jullie weten waren Nederlanders de eerste naties die over de zeeën voeren en de rest van de wereld plunderden en hoereerden, slavenbedrijven en weet ik wat allemaal. De hele tyfusbende. Zo trots mogen wij zijn op Nederland. Het hol van Satan, de bron van alle kwaad. Nederland, hup hup oranje. Kun je nagaan hoe goed mijn geheugen is, hè? 1628 was het jaar waarop het werd gebouwd. 1628 stond ook op dat kaartje. Daar wat op Wikipedia mag dan wel 1627 staan. Maar nee. Waar lopen we nou heen? Nou ja, 1628 is het jaartal waarop deze replica is gebouwd. En kijk maar eens even goed, lieve mensen, en geniet er maar van. Kijk maar even en geniet er maar van. Dat is genieten! We staan hier nu bij een van de bekendste kunstwerken van Nederland, het hoofd. En kijk maar eens even mee en laat dat maar eens even goed op je inwerken. Zoals je hier ziet is dit een kale witte man met helderblauwe ogen. En ja, dat doet me toch terugdenken aan een jaar of 70, 80 geleden. En loop even met me mee en kijk eens even mee omhoog. Daar staat een man en die steekt zo zijn middelvinger op naar Lelystad. Wat de fuck is dit? Wat doe ik hier? Ja? Ja. Ja? Moet je kijken waar jij mij hierheen stuurt. Fuck, waar ik ben beland. Ja, lach maar, gek. Ik sta eigenlijk onder een of ander junkerviaduct. Onderweg naar een of ander hurkende man. Omdat jij daar zo nodig naartoe moest. Lul. Volgens mij was Almere uit de koker gekomen. En Almere, dit is, ja, dit is karma. Nee, maar dit doe ik dus speciaal voor jullie. Hè. Kijk eens waar Vincent doet Nederland zich helemaal begeeft. Aan het einde van de wereld. Aan het einde van de wereld, in het puntje van Flevoland, om toch nog wat van deze aflevering te maken, gaan wij, omdat jullie het zo nodig graag willen, gaan wij naar de hurkende man. En loop nou godverdomme maar even mee. Stelletje bloedlijers. Film dit maar eens even, want dit is wel heel bijzonder. Kijk eens even. Karkas. Een karkas. En dat brengt mij, nu we hier toch staan, is dit uitgelezen plek voor de prijsvraag. Vertel mij maar wat voor een karkas dit is. Zeg maar gewoon wat. Roep maar gewoon wat. Misschien wel leuk om te vertellen, want Koen attendeerde mij erop dat als je iemand wil liquideren, mocht je iemand willen liquideren, niet dat wij daarover nadenken, maar mocht je bij jezelf denken, nou, ga iemand door zijn kop schieten, dan moet je dat hier doen. En dan kanker je hem zo het IJsselmeer in. En niemand die daar ooit wat van gaat merken. Maar niet, gelijk een disclaimer, dus niet doen. Maar mocht je het willen doen, kijk eens. De wereld ligt voor je open. Het IJsselmeer ligt voor jou open. Maar niet doen hoor. Kan je nog één keer wat vertellen over wat dit representeert? Want hij stond eruit. Oh, dat symboliseert de Lady Stedeling. De Lady Stedeling het meest. Mensen die op hun hurken zitten, de hele tering zou je onder te schijten, starend in het grote niks en bij zichzelf denken, wat de fuck ben ik hier aan het doen? Lely staat om dit hele teringet hier naartoe te lopen? Nou, alles voor de kijkers. Ik bedoel, nu hoeven jullie niet naar Lelystad. Nu hoeven jullie niet naar de lelijke man, de hurkende man. De hurkende lelijke man. De Eiffeltoren van Lelystad. Nee, dat heb jij heel mooi gezegd. Echt, hè? De Eiffeltoren van Lelystad. Grote niks. Neem dat maar. Bekijk dat maar eens even goed.
het grote niks. Hè? Dat is even niks. Maar kijk nou eens, dit is leuk. Dit is leuk. Een bootje. Hallo, bootje. Oké, lieve mensen. Koen hoorde mij net gillen. Hij zegt, Vincent. Ik dacht dat we samen gingen gillen. Dat wil ik ook wel. En deze lul, deze motherfucker, die stond net gewoon stiekem weer van alles foto's te maken. Het is eigenlijk stiekem gewoon een Japanner. Maar goed, wij gaan even gillen. Ja, en wat gaan we dan gillen? Wat gaan we gillen? Ik denk dat we Lelystad even moeten bedanken. En ja, als je Lelystad wil bedanken, wie kan je dan beter bedanken dan de burgemeester? Burgemeestrice van Lelystad. Weet je zo alweer? Ina! 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 Nou, en wij gaan deze geweldige dag gaan we beëindigen hier in het culinaire hart van Lelystad. Steek van de keizer. Vanuit Grand Café de Lachende Anus presenteer ik u bij deze de Tombola. De Tombola. Zes provincies gehad, zes provincies over. We zijn halverwege seizoen 1. Welk zit er nog in? Wat zit er nog in? Groningen, Drenthe, Friesland, Limburg, Utrecht en Noord-Holland. Vincent, de Tombola. Laat hem even zien. We hebben zes provincies gehad. Ja, dat heb je net ook verteld. En er zijn er zes over. Dus er zitten nog zes provincies in. Kun je zien dat het Drenthe, eerlijk gaat hier? Friesland, Groningen, Limburg, Utrecht en Noord-Holland. En het wordt... Limburg. Maastricht. Kleinmaker. Valkenburg. Sittard. Toon Hermans. En waar ik natuurlijk ook weer een show heb. Hè? De laatste van het hele stel. Sittard. 15 juni. Roermond. En het woord. Valkenburg. Nou, en dan gaat het een keer eerlijk en dan gelooft hij me niet. Maar goed, ik weet het niet. Het kan altijd nog zijn dat ik me dus inlees op Valkenburg. En dat je dus onderweg besluit dat het Heerlen of Sittard of weet ik veel waar we naartoe gaan. Het zou zo maar kunnen. Smiecht. Oh, daar komen de toetjes. Vincent, we rijden Lelystad uit. Ja, gelukkig. Godzijdank. Wat blijft jou bij van Lelystad? Wat zal jou altijd bijblijven? Ja, het was gewoon kut. Het was echt heel slecht. Heftig, gewoon heftig. Het is heftige shit. Maar volgende maand Valkenburg. Limburg, Valkenburg. Ja, en gezelligheid. Dat wordt gewoon één grote geile bed. Aan ons gaat het weer niet liggen in ieder geval. Nou ja, voor wat het waard is, is het inmiddels een traditie geworden om iedere stad die jij / wij bezichtigen te beoordelen op een aantal punten. Geschiedenis? Ja, Flevoland. Ik bedoel, en dan Lelystad in het bijzonder. Hij heeft natuurlijk een enorme geschiedenis van Lidmokut. Joie de vivre. Ja, niet veel heb in. Lekkere wijven. Ik heb één of twee lekkere wijven. Goed cijfer. Ja, 0+. Welke punten hebben we nog meer? Waardigheid van dingen te bezien. Ja. Eerlijk is eerlijk. Er was iets te zien, maar of het dan echt waardig was, 1-. 1- voor de waardigheid van dingen te bezien. Wat zou jij eigenlijk mensen willen adviseren? Niet naartoe gaan, nooit naartoe gaan. Lelystad gewoon niet doen. En de mensen die daar op wat voor reden ook wonen. Ja, misschien ook een aantal van jouw kijkers die nu misschien bedroefd denken van, hé, waarom bash je Lelystad? Ik denk dat mijn kijkers intelligent genoeg zijn en genoeg bij kennis om zelf ook wel te beseffen dat Lelystad gewoon echt 3 keer kut is. En het enige lichtpuntje wat daar ooit zal schijnen is ik en mijn theatershow. 20 april keert hij terug naar Lelystad. Ik hoef hier gelukkig niet naartoe terug te keren, maar jij wel. Ja, maar dan rijd ik naar het theater en dan ga ik daar naar binnen en dan kom ik weer naar buiten. Dus echt naar Lelystad ga je dan niet. En ik probeer gewoon een beetje zwaar in die vier te gooien hier. Ja. En ik denk dat mij dat, ja, naast dat het mij aan te rekenen valt, dat jullie mij daar ook wel best wel dankbaar voor mogen zijn. Hebben we nog een punt vergeten? Is er nog een ander punt wat... Algemene indruk. En hoe was die? Kut. Ja. Uitgedrukt in een cijfer? Ik zou het een cijfer geven, misschien wel een kogel door je hoofd als je daar woont. En nooit naartoe gaan. En mocht je er naartoe gaan, ja, dan kan je nog altijd in het IJsselmeer springen.
Of hopen dat iemand je liquideert en je dan in het IJsselmeer kan komen. Dus ja, gewoon hier naartoe gaan. Resumé is het gewoon eigenlijk kut. Maar het positieve is, daar wil ik toch mee besluiten, mocht je, dat wil ik dan wel aanraden, mocht je ooit bij jezelf denken van Jezus Christus, wat is mijn leven kut, ga naar Lelystad en zie voor jezelf dat het best wel meevalt. Lieve mensen, we gaan Lelystad eindigen met een climax. En hoe kan dat beter dan met een gedicht van Gerard Beense, dwalend in de herinnering. Ik ben de breuken in mijn bestaan te boven gekomen. Het was een hele klim met vallen en opstaan en weer verder gaan. Maar dwalend in herinnering. Kan ik niet anders dan het leven koesteren dat ik geboren ben uit liefde ontving.